In 2012 waren we op 3 plaatsen actief. In Almere met de Clipjesfabriek, in Amsterdam-West met Mamedia en IMTV in Amsterdam-Noord. Tatti maakte deel uit van IMTV, oftewel Noord gestoord. Het was niet alleen maar gekkigheid. Er werd ook hard gewerkt en lesgegeven op het ROC. Het was meteen heel losjes. Ik kan niet aan. Maar toen Jelle ging op een gegeven moment dat allemaal leiden en ik weet nog de eerste minuten van Jelle. Toen was het wel meteen, je wist wel meteen, oké, je moet wel scherp zijn. Want op een gegeven moment begon jij met die hazenlip en jij met dat rode haar en jij met dit. En je zag iedereen meteen echt, oké, we moeten wel. Het is leuk en het is allemaal heel los, maar je moet wel even, ja, je moet wel serieus zijn. We zijn hier wel allemaal uitgekozen als talenten. Een u een foto, ik heb er al zoveel gespaard. Zijn jullie van een stichting of zo? Ik dacht meteen, dit is fantastisch, dit is leuk. Ik had helemaal geen zin in stage lopen in het begin volgens mij. En ik denk, ja jeetje, krijg je in van een bedrijf en serieus. Het is gewoon leuk en met z'n allen dingen maken en creativiteit uiten, ja. Kleding, heel veel aan eten. Ik heb een schuld denk ik van 30.000 euro lening voor mijn school. Ja, wat ik echt goed vond van IMTV is dat je eerst ga je met z'n allen ging het idee bedenken, brainstormen. En dan kwam iedereen ook echt met ideeën van dit en dan gaan we het zo doen en zo. En we maakten elkaar ook altijd beter. Dan heb je het gemonteerd en dan ben je ook echt trots op wat je hebt gemaakt. Bij ons was het best wel nog een beetje uitzoeken en hoe gaan dingen. En het was nog niet heel erg een structuur. Maar het ging ook altijd eigenlijk wel weer goed. Ik heb niet het idee dat er één filmpje echt mega geblunderd is of zo. We hadden een filmpje gezien van iemand die dan, ik weet niet. En toen zeiden we, ja, anders gaan we dat doen als Tatti zoekt man. En toen zei ik, ja, maar waarom moet ik dat nou weer doen? En ik was altijd de Sjaak, gewoon altijd de Sjaak. Ik moest altijd, werd ik voor dit soort dingen naar voren geduwd. Dus toen zei ik, nee, maar ik wil iemand anders zoekt een man. Want ik heb eigenlijk al, stiekem had ik al een man, al 2 maanden. Dus ik denk, nou, dat kan toch niet. Ik hoef helemaal geen man. Ja, maar is leuk, joh, dat moet je doen. Oké, dan doe ik het wel. En ik deed het ook gewoon. Dus het was echt heel erg leuk met Huip op pad. Dit is het geweldigste idee uit mijn carrière, denk ik, ongeveer geweest. En op een gegeven moment zeiden ze van, wie wil de les geven? En toen dacht ik, ja, weet je wel, ik kan het beter gewoon nu doen dan dat ik het op mijn werk moet gaan doen straks. En dit was mijn derde jaar. Ik denk, ik moet het eigenlijk gewoon hebben gedaan. Dus ik zei, ik doe dat wel. En dan gingen we studenten eigenlijk onderwijzen over sociale media en hoe ze dat kunnen inzetten. En dat het belang daarvan. En in het begin dachten ze, wat is dit nou? Een Facebookles. Maar uiteindelijk hadden we hele leuke lessen en hebben we het gewoon eigenlijk best wel goed gedaan. Na het afstuderen heb ik een tijdje in Nederland gewerkt als afstudeerbegeleider. Toen kregen we een aanbod om naar Dubai te gaan. Dat heb ik natuurlijk meteen aangepakt. In 3 maanden tijd zijn we getrouwd, hebben we al onze spulletjes gepakt en zijn we vertrokken. Ik kreeg al snel een leuke vriendengroep, deed elke dag yoga, stortte me op het gezond eten en daarnaast kreeg ik ook een drukke baan. In 2016 kreeg ik mijn plusje te zien. Ik was zwanger. Nou ja, en nu ben ik moeder. Dat was allemaal prima, maar toen hij ongeveer 8 maanden was, toen dacht ik, ik kan hier niet thuis gaan zitten. Dus toen ben ik eigenlijk gestart met Real Dubai Moms, dus een internetserie over Nederlandse moeders in Dubai. Iedereen in Dubai heeft een nanny. Behalve ik. Yes, kind of. Ik dacht, ik moet gewoon mijn skills gaan opkrikken, want ik wil uiteindelijk gewoon door in de media. Dat had ik gewoon op een gegeven moment bedacht. Ik wil niet meer in als een mantelpakje, dat gaat niet. Dat is niks voor mij. Dus ik moet gewoon de media in. Door IMTV ben ik dit eigenlijk wel gaan doen, moet ik zeggen. Ik kon het niet loslaten. Ik dacht de hele tijd terug, moet ik zeggen, aan IMTV. Dat ik denk, maar dit was echt die fire die je krijgt, gewoon die... Weet je, dat vuurtje wat gaat branden als je weer wat maakt en dat je denkt dat je naar huis gaat en dan ga je kijken wat heb je voor materiaal verzameld en hoe leuk is dit. Alleen het enige wat ik heel erg mis van IMTV is een groep om me heen op dit moment. Ik doe het echt allemaal alleen en dat vind ik jammer. Die groep om je heen, dat is zo leuk eigenlijk. Ja. Ik vond de groep heel bijzonder. We waren zo'n hechte groep, het was zo'n fijne groep. Iedereen voelde zich op zijn gemak. Het was ook heel, heel bijzonder. Als ik terugkijk, zo'n groep heb ik nooit meer gehad. Überhaupt niet op je werk. We waren een beetje onbezonnen. Het kon allemaal gewoon. Het was één grote speeltuin. Ja, ben ik nu meer een hoer of meer Anita? Een hoer in vrije tijdskleding. En je ging gewoon op pad. En de creativiteit die je gewoon kon uiten bij IMTV, dat was zo bijzonder eigenlijk. Wat ik me nu pas realiseer, dat het helemaal niet normaal is. Ik dacht altijd, dat is normaal in elke groep die je komt, bij elk bedrijf.
daar heb je gewoon ja, mensen bij elkaar die creatief zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Het zijn bepaalde sectoren die creatief zijn en bepaalde sectoren ook totaal niet. En dat je echt moet koesteren dat je ook zo'n creatief team om je heen hebt. Dat het gewoon heel bijzonder is eigenlijk. Dat het helemaal niet vanzelfsprekend is.